Het infopunt, voor als je het even niet weet. Mag ik jullie namens de bibliotheek van harte welkom heten op dit feestelijk moment voor ons als bibliotheek, maar ik denk ook voor alle inwoners van het land van Guik. Want wij gaan vandaag twee bijzondere informatiepunten op een feestelijke manier met elkaar openen. Het is een nationaal programma. We doen dit niet in het land van Guik omdat we het hier bedacht hebben. In 2019 is het eerste punt geopend. En afgelopen juni, meen ik, zaten we al op 200. Ik geloof dat wij dat net gemist hebben. Anders hadden we misschien nog wat landelijke PR kunnen halen. Maar het is de bedoeling dat we door gaan groeien naar 400. 400 informatiepunten. Dat betekent dat er dus een landelijk dekkend netwerk komt van punten waar je naartoe kunt gaan. Steeds meer zaken worden van afstand geregeld. En we weten uit onderzoek dat 4 miljoen Nederlanders daar heel veel moeite mee hebben. En dat zijn ouderen, maar het zijn niet alleen ouderen. Dat zijn ook jongere generaties. Ongeveer de helft is digitaal, heeft te maken met digitale vragen. Maar er zijn ook veel vragen, bijvoorbeeld op sociaal gebied. Ik vond dat ook nog wel een mooi percentage. Maar ook vragen over de gemeente. Ja, en dan zie je daaronder natuurlijk, hebben we even toch apart ook even benoemd, de Corona-check-app. Er zijn dus al 102 mensen bij ons geweest met vragen over de Corona-check-app om hulp, die hulp nodig hadden om het te installeren, die met de DigiD er niet uitkwamen, die het formulier wilden, die het de papieren aanvragen wilden aanvragen, noem maar op. Wat wij zien in de praktijk is dat we mensen op het informatiepunt krijgen met hele dagelijkse praktische vragen over hun telefoon, over hoe ze op een website moeten zoeken. En mensen hebben daar, denk ik, niet zo'n heel grote drempel voor om zo'n dergelijke vraag te stellen. En wat er dan gebeurt is dat we met elkaar in gesprek gaan over de achtergronden van die vraag. En dat we natuurlijk in de eerste plaats proberen mensen te helpen met het acute vraagstuk waar ze mee komen. Maar soms komen we ook in een gesprek op andere zaken en worden er verbindingen gemaakt met een socioom als het nodig is, om ook daar te kijken wat er nodig is. Want achter elke simpele dagelijkse digitale vraag kan een heel ander probleem schuilgaan. Biblioplus wordt een van de 5 pilotbibliotheken van Nederland om dus te onderzoeken hoe we jongeren nog beter kunnen bereiken. Want jongeren die denken dat ze heel digitaal vaardig zijn, maar als het gaat om de digitale overheid, zaken regelen via de computer, dan valt dat soms nog wel eens te betwijfelen. En we denken dus dat we die groep eigenlijk nog veel beter kunnen bereiken. Dus daar zijn we nu mee bezig om allemaal plannen te maken. En om dit jaar, we starten eigenlijk vanaf deze maand, oktober, met de pilot. En die zal doorlopen tot en met juni. We hebben geleerd, vragen stellen is niet dom. Alleen, het wordt zo gauw als dom gezien. Ik merk dat steeds als wij bijeenkomsten hebben. En dan zeg je wel eens ooit iets van, ik snap dat de mensen door de bomen het bos niet meer zien. Dan zeggen anderen in één keer, ja, dat vinden wij eigenlijk ook. Maar niemand zegt het, omdat dat dom zou zijn als je dat zou zeggen. Terwijl dat helemaal niet zo is. Er zijn veel vragen en ik ben blij dat er een punt is waar die antwoorden gegeven kunnen worden. Dus ga zo door en ik hoop echt dat we, nu hebben we de corona-app, maar straks hebben we weer andere dingen, dat jullie zeggen van, jongens, we kunnen het gewoon niet aan. We hebben meer mensen nodig, we hebben meer kwartjes nodig per inwoner. Dat hoop ik dat gaat gebeuren. Nou, dit is superbelangrijk en het wordt alleen maar belangrijker. En ik hoop dat het ook gaat helpen, niet alleen aan de informatievoorziening, maar ook aan dat dieperliggende punt van die kloof in de samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen. We hebben ook wel zelf echt een stapje gezet, een klein beetje risico genomen.
om niet te wachten tot dat duidelijk werd, maar om nu meteen te beginnen. Dus we zitten wel in de eerste helft van de bibliotheek in Nederland die dit punt hebben geopend. Ik zou nogmaals willen zeggen, hè, heb jij een vraag, een informatievraag waar je met Google niet goed uitkomt, kom dan gerust even langs op het informatiepunt Inboxmeer of Kuik. Of het algemeen tussen 2 en 5 in de middag. Ik moet zeggen, het bibliotheekwerk trekt heel veel vrouwen. Dus wij hebben ook veel vrouwen in dienst, zeg maar. En als er mannen kijken die zeggen van, goh, ik vind dat die bibliotheek zo mooi aan het veranderen is, maatschappelijk heel relevant en heel erg breed, dan kijk vooral of er een vacature is bij ons, want wij zoeken inderdaad wel mannen, ja. We zijn nu 15 weken bezig. Sinds 1 juni zijn we eigenlijk echt van start gegaan. Maar ja, vanwege corona konden we toen geen feestelijk moment houden, dus dat hebben we nu naar vandaag verplaatst. Blijf vooral niet met de vraag zitten, maar kom langs bij het informatiepunt, want daar helpen we je verder. En het mag echt met elke vraag zijn. We helpen je zelf of we verwijzen je warm door naar de juiste partij. En ja, wees welkom. Dan is het toch prachtig dat er in je buurt zo'n laagdrempelig informatiepunt is waar hele lieftallige dames zitten in dit geval. Het zijn 5 dames die je te woord staan en je helpen met je vragen. Ja, volgens mij is het gevoel wat wij allemaal hebben dat het voorziet in een hele duidelijke behoefte die er in de samenleving is. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.